nieuws van Justice Pack met welkom bij een nieuwe aflevering van de 100 abonnee challenge. Weet je wat de nieuwe aflevering is? Ja, want we hadden... Omdat we gisteren 99 abonnees hadden. Dus nee. Maken we het nou 2 keer zo gek? Of eigenlijk 3 keer? Kijk, we hebben namelijk 3 heerlijke monsters. Oh ja, je hebt ze gewoon niet eens goed gezet. Oké, we moeten zelf een beetje. Kijk, normaal krijg je geen eens een orgasme van. Omdat ik hier veel meer heb staan natuurlijk. Yeah, maar omdat het vandaag een speciale dag is. Gaan wij iets heel vets doen. Oké, leg het maar uit. Geert Wilders is overleden. Oké. Dat is nog niet gebeurd. Oké. Wat we gaan doen is, we hadden eigenlijk meerdere ideeën. We gaan deze 3 monsters gaan we mixen tot een magische monster. En we maken onze eigen monster voor elkaar. En we hebben voor elkaar vragen bedacht. Waarop degene moet antwoorden. En heeft hij het fout? Dan mag hij 2 chipjes van de Doritos Roulette. Woe! Zakje. We gaan pas. Of ja, we stoppen. Hè? Of als de vragen op zijn. Mochten we dan allebei nog geen heet chipje, gaan we daarmee door. Daar gaan we door natuurlijk. Ik vind dat we allebei wel 1 heet chipje hebben. Ja, dat doe ik. Of gaan we door totdat de andere die keer kan. Dat is ook een goed idee. Dan is dit het laatste wat ze zien. Ja. In ieder geval, het shaken van de monsters, een coole idee, was mijn idee. Oké, laten we ze shaken. Dat was ook jouw idee. Maak jij ze open? Want hier heb ik de glazen. De lekkere. Ik denk echt dat het gewoon echt fucked up gaat. Oké. Maak jij de volgende alvast open? Okay. Ik denk echt dat het fucked up gaat worden. Tot 1/3 of zo? We doen de minst lekkere als het laatst. Oh, what the fuck? Hoezo ziet Wolsten er zo uit? Ah. What the fuck? We gaan de wereld voor hem open. Oké, Milan aan jou de heer. Maar dit is de meest lekkere. Je weet dat het zo is. Die is wel lekkerder dan die. Het is gewoon... Ja, je hebt daar overduidelijk geen verstand. Ik hoor het al. Kijk, zie je? Die is gewoon donkerder. Waarschijnlijk? Gaan we hier gewoon joken. Ik zie ook al dat je heel weinig hiervan in hebt gedaan. Ja, maar dit stuk van glas breder, hè? Kijk, hoe hoor je die man? Ik heb erover nagedacht. Het is zoveel breder, dus dan hoef ik er zoveel minder seconden in te gieten. Nou, maak die. Het is lang geleden. Geen monster gaat verspotten. Holy fucking shit. We doen het ook gewoon nog echt, hè. Het verbaast me dat het nog niet, zeg maar, goed. Het verbaast me dat het niet... Oké. Ik ben gewoon zo zenuwachtig, hè. Oké. Ik wil even proosten op de 100 abonnees. Is dat geproost? Dankjewel voor allemaal voor het abonneren. En waarschijnlijk hebben we er morgen 99, maar dat maakt niet uit. Waarschijnlijk komt YouTube ons eraf. Oké. Ik moet er gelijk 1 slokje. Ja. 3. Ik schiet al. Oké, wat? 3. Dan heb ik de steen onder druk. 3, 2, 1. Dat is nog best wel lekker. Ja, het is toch. Het is nog best wel lekker. Ja, dit is wel te doen dan. Alleen de ripper heeft... De ripper, die proef je heel goed. De ripper heeft er overal. Terwijl die juist weinig... Ja, ik heb de meest van de gemiddelde erin. Oké. Het is nog te doen. We zijn positief verrast. Heel positief. Oké, wie gaat de eerste vraag stellen? Ik, hè. Ik heb de vraag op mijn mobiel gezet. Oké. Eventjes hier naartoe. Dat was je meteen wel. Oké. De vragen zijn allemaal meer keuze. Ja, A, B, C of D. Mocht je het fout hebben, dan moet je 2 chipjes eten. 2. En al gewoon 2. Random, hè? Dus niet dat je kan... Maar je kan het niet zien. Nee, je kan het niet zien. Vraag 1. Oh ja. Oké, ik ben benieuwd. Hoeveel 4 Pokémon's zijn er? Heb je zulke moeilijke vragen? Ik heb veel makkelijker vragen. Is dat antwoord A, 60? Antwoord B, 72, antwoord C, 70 of antwoord D, 56? 56. D. Ik heb D gezegd. Oh, D? Dat is fout. Er zijn 70 vier Pokémon. Nee, er zijn 60 vier Pokémon. Noem ze allemaal. Deze generatie.
Dat zijn ze. Stop. Dus dat is helaas fout. Oh, begint het nou al. Ik ben wel blij dat we het drinken. Ik durf er zo special bij. Okay, okay. Nee, dat kan niet. Okay. Oké, vraag nummer 1. Welk Pokémon team gebruikte ik in de laatste geüploade aflevering van Pokémon White 2 Randomizer? Is dat A, Celebence, Seismitoad, Unfazant, Sarawak, Blaziken, Reuniclus? Is dat B, Celebence, Seismitoad, Abomasnow, Sarawak, Blaziken, Reuniclus? Is dat C, Celebence, Seismitoad, Unfazant, Palkia, Reuniclus, Blaziken? Of is dat D, Celebence, Seismitoad, Unfazant, Abomasnow, Blaziken, Reuniclus? Ik schrijf je tussen A en C. Oké. Maar ik denk A. Het is B. Het is Celebence, Seismitoad, Abomasnow, Zerowark, Blaziken, Reuniclus. Je faalt. Oké. Ben je dat ik even aan de haal was genomen? Dat is eigenlijk wel. Ja, ik heb maar gewoon. Nee, niet eruit. Ik heb hem nog beter. Dat is een normale Magic Cheese steken. Ja. Nee! Is het er een? Nee. Ja. Yeah! Nee! Waarom? Ja, yes. Oh, dat is even heel spannend. Nee. We zeggen 1 op de 5, toch? Nee. Kijk hem? Nee, ja. Oh, yes. Oké. Vraag nummer 2. Welke aanval kan Mewtwo niet leren? Is dat antwoord A, mist? Is dat antwoord B, fire blast? Is dat antwoord C, confuse ray? Of is dat antwoord D, zen habit? Tik, tak, tik, tak. Huh? A, mist. Helaas, het was antwoord C, confuse ray. Kabam! Daarom heb ik die nog niet gedaan. Ja. Hij kon zelfs fire punches leren, want ik had dacht van, what the fuck. Ja, ik zeg het wel. Wow. Van zijn headband wist ik het de enige die ik zeker wist. Dat hij die wel. Ja. Ja. Dat was niet. Heb je hem nog steeds niet meer? Nee, ik heb hem niet meer. Heb je dat niet meer? Niks, alleen gewoon, weet je wel, gewoon stukjes en dan... Oké, vraag 2. Welke Pokémon wilden ze bij de lancering van Pokémon als mascotte gebruiken in plaats van Pikachu? Is dat A, Charmander? Is dat B, Abra? Is dat C, Rhydon? Of is dat D, Fanfi? Welk jaar? Zeg ik niet. Gewoon Pokémon. Gewoon de lancering van Pokémon. Wat was A ook alweer? Charmander. Nog een keer. Charmander, Abra, Rhydon of Fanfi? Rhydon. Dat is goed. Als het niet was, weet je. Nee, maar dat wist je toch wel. Nou, ik dacht alleen maar van Rhydon dat met die beelden, zeg maar. Ja, maar daarom zitten die beelden er ook in. Wow, het was Perkamentus toen hij op verschrikkelijke slash gruwelijke wijze werd vermoord door Snap. Was hij 115 tussen 116 jaar? Was hij, antwoord B, 110 tussen 111 jaar? Of C, was hij 118 tussen 119 jaar? Of last but not least, antwoord D, was hij 104 of 105 jaar? Tussen 104. Ik denk antwoord B. Helaas, het was antwoord A. 115 tussen 116. Ja. Dat worden 2 shippies, motherfucker. Balen. 2 shippies. Shippies. Het is normaal.
Dat is wel raar, zo'n slikje nog aan. Ze zijn, ze zijn een beetje... Sommige zijn wat heter en dan hebben we één hele hete. Nou, ja, dat zal wel. Ik ervaarde het gisteren veel heet. Wat was de eerste Let's Play op Justice by the Rangers? Was dat A, Zombie Birdplays? Was dat B, Death Tank? Was dat C, Pokémon Emerald? Of was dat D, Super Mario Sunshine? Antwoord A. Het is goed! Veel te makkelijk. Ik wist het gewoon. Ik had laatste keer tussen die video's gekeken. Toen deed ik van oud naar nieuw, weet je wel. Toen zag ik zo met mijn keuze daar staan. Toen dacht ik, yeah. Oké. En dat C, dat was echt wel. Ja. Oké, vraag 4 voor Milan de Bond. Hoeveel verschillende spreuken zijn er gebruikt in Harry Potter deel 1, de Steen der Wijze? Is dat antwoord... in de game of in de film? In de film. Is dat antwoord A, 10 toverspreuken? Is dat antwoord B, 22 gewone spreuken? Is dat antwoord C, magische spreuken? Of is dat antwoord D, toverspreuken? 12 doos. Wat was C? 18. Dat zei je helemaal niet. Oké, wat was het? 10? Yeah. 22, 18 of 12? Dat was 10. Ja. Helaas, het is 12. Ah, ik wist dat er heel weinig waren. Je hebt dan weer alles fout. Oh, je vindt die chips gewoon heel lekker? Of, Het is niet leuk voor als we dat weten. Ja, okay. Eigenlijk stiekem wist ik het wel. Ik heb hem nou ook gewoon. Ik pak hem ook gewoon. Weet je als dit heet is? En dan is het gewoon kou. Nou, ik heb bijna een zak die kapot is. Oh, sorry. Je hebt een miljoen is. Allemaal heet. Nee! Pak zo'n hele hand zo. Oké. Oké, in welke volgorde zijn de Wemelkinderen geboren? Is dat A, George, Fred, Bill, Percy, Charlie, Ron, Ginny? Was dat B, Charlie, Bill, Percy, Fred, George, Ron, Ginny? Was dat C, Bill, Charlie, Percy, Fred, George, Ron, Ginny? Of was Fred, George, Ginny, Ron, Percy, Charlie? T. Ja, dat was het. Ja, dat is het. Die Bill of zo, die was het uit. Nee. Charlie was het uit. Charlie. Want die was ergens met draak iets aan het chillen. Nee, het was een beetje een gokje tussen Bill en Charlie. En dat gaat goed. Oké, vraag 5 voor Milandro. Hoeveel Zelda games van Nintendo zijn er? Is dat antwoord A? 12. Is dat antwoord B? Is dat antwoord C, 14, of is dat antwoord D, 16? Het is D. 16? Ja. Het is goed! Hoe is je nou? Ik wist dat er heel veel waren. Oké, welk van deze Pokémon games werd als eerst gelanceerd? Van deze? Emerald? Y2? Diamond of Leafy? Oh, die is vies. Oh, even kijken. Ik zit het lijf in tussen Emerald en Leafy. Dat geloof ik. Dan moet het Emerald zijn. Dit is fout, dit is Leafy. Ja? Het was Ruby Sapphire, Leafy Fire en Emerald. Nee, maar ik merk wel dat hij wat heter was.
dan zie je hier ook op die zak en zo. Oké. Hoe heet de antagonist in Majora's Mask van Zelda? De antagonist. Dat is de vijand, de opvallers. Majora? Skull Kid? The Moon? Of Ganon? Ik zit er tussen twee te bedenken. Ik zou normaal kiezen voor Ganon, omdat het gewoon bijna elke game zou doen. Maar je kiest voor Skull Kid. Oké, het is goed. Wow! Het is goed. Hij heet toch Midna, die Skull Kid? Weet ik niet. Oké, okay, nee, dat is heel goed. Ik had gewoon goed. Hij had het goed. Hij had mijn vraag gehad. Ja. Oké, de volgende vraag is. Welke van deze games heb ik nooit gespeeld op Justice for Collectors? Is dat A, Counter-Strike Global Offensive? Jij of... Is het B, Plants vs. Zombies? Ja. Is het C, Kitty Powers Matchmaker? Of is het D, Harry Potter 1? Oké, wat is de vraag? Jij of is? Ik heb mijn vraag gesteld. Ja, maar dat is iets heel anders, want ik weet dat jij geen Counter-Strike hebt gespeeld. Maar is het ook Counter-Strike? Dat is aan jou bekend. Wat was de vraag? Nee, dat ga ik niet nog een keer stellen. Ik word de vraag niet nog een keer horen. Nee. Wat is dit? Ik weet dat Justin, die heeft Counter-Strike gespeeld. Mm-hmm. En als er dan iets zou zijn wat jij niet hebt gespeeld, dan zou het die antwoord C zijn. Dat rare matchmaking. Ja. Yeah. Wat is het A of C? Ja, maar ik wil wel eerst weten wat de vraag is. Nee, dat. Je mag het dan luisteren. Ik heb het duidelijk gezegd. Mag ik het even terugkijken? Nee. Doe maar C. Het is A. Counter-Strike. Waar is dat dan van spel, C? Ja, dat is wel grappig. Ik ben mijn zusje spelen. Dat gaat jou doen, man. Mm-hmm. Hij wordt gebeld, hij is populair. Wat? Ja, wat? Hallo? Hey. Nou, hij was... Ik merkte wel dat Chippy iets heet was. Oké, ik moet tot nu toe zeggen, ik vind het nog tegenvallen. Ik had sommige wel die wat heter zijn dan ja, andere. Ja, dat had ik ook. Maar nog niet die ultra. Nee, ik heb gisteren die ultra hete geproefd. Nou, ik ben echt dood. Ben ik? Jij bent, hè? Ja, jij moet nu een vraag voor mij stellen. Oké. Dan moet ik even naar mijn tweede pagina. Want ik had er een paar bij mijn werk ook een paar gemaakt en een paar. Hoe heet de metabot van Koji? Van C. Metabot! Ja? Is dat 1? Walbennet? Is dat A? Is dat antwoord B? Samili dan? Is dat antwoord C? Peppercat? Of is dat antwoord D? Kusha? Shit, ik hoopte dat je de laatste niet zou zeggen. Die zou ik zeggen als ik zeg maar geen dingen had. Geen keuzes had. Kusha? Ja, maar het is geen Rokusha, het is namelijk B. Yeah! Yeah! Oké! Het is Similino. Ik dacht dat jij Peppercat ging bereiken. Nee, dat was niet. Ik had er ook Kusho gezegd, dat was geen keuze. Als hij straks bij 4 minuten is, dan gaat hij eruit en dan kan ik hem weer opnieuw aanzetten. En dan kan hij volgens mij heel lang. Oké, de volgende vraag is... welke ingrediënten moet je gebruiken om een potion of night vision te maken in Minecraft? Is dat A, nether wart of glistering melon? En glistering melon. B, nether wart en golden carrot. Is dat C, nether wart en blaze power? Of is dat D, nether wart en suiker? Het is tussen C en D. C! Nee, het is B, nether wart en golden carrot. Oh, oké, okay. Dat worden dan maar twee shippies in. Doe ze voor Frodo, bitch. Hij is gek! Gewoon twee heten waren. Geen heten. Wat? Die heten.
Hoe heet de slechte organisatie in Metabots die Metabots wil veroveren om slechte dingetjes te doen? Is dat antwoord A? De Rubber Bow. Nee, de Rubber Robo Gang. Is dat antwoord B? De Rubber Robo Gang. Oh, wacht, laat maar. Nee, maar je had het al goed. Ik had het goed. C. Team Rubber Robo of Team OB Team Rubber Robo. Ik dacht die hoeken gewoon tussen. Nee, maar het was A en ik had het goed. In welke volgorde leer je de spreuken in Harry Potter 1 de PC game? Ah, nee. A. Flipendo, Alho Humora, Incendio, Wingardium Leviosa, Lumos? Is dat B. Lumos, Flipendo, Alho Humora, Wingardium Leviosa, Incendio? Is dat C. Flipendo, Alho Humora, Incendio, Lumos, Wingardium Leviosa? Of is dat D. Flipendo, Alho Humora, Wingardium Leviosa, Incendio, Lumos? D. Ja. Ja, ik wist dat Lumos als laatste was. Dus jij Lumos als eerste. Ik wist dat Filipendo als eerste was en die laatste was Lumos. Dat wist ik. Dat is. Oké, mijn vraag. Hoeveel Daredevil comics zijn er in Mario Galaxy 1? Bam, bam, bam. Is dat antwoord A, 4? Is dat antwoord B, 6? Is dat antwoord C, 8? Of is dat antwoord D, 5? Ik ga voor 6. Antwoord B, dat is fout. Dat zijn er 5. En omdat dit dus een speciale vraag zijn, was, moet je dus 6je. Dit moet gewoon eten zijn, maar ik ruik al dat dit niet eten. Ik rook het al. Okay. Welke kleur wordt Yoshi in Super Mario Sunshine als je een banaan opeet? Is dat A, oranje? Is dat B, geel? Is dat C, paars? Of dat D, groen? Oké, ik dacht, als het de open vraag was, dacht ik roze. Ik zweer het. Ja, ik kan dit ook roze worden. Ja, ik kan ook roze worden. Oké, we doen het nog eens even opnieuw. Oké, A, oranje? B, geel? C, paars? Of D, groen? Oké, Yoshi kan niet geel worden. Dus dan is het oranje of welke had ik nog meer? Paars of groen. Oh, ik zit echt te twijfelen tussen paars. Ik denk echt paars dan, maar... Oh. Nee. Paars. Nee, sorry. Ik dacht, kijk op. Oh, oké, dit zijn de twee. Dat is de niks zo. De andere is je bij. Ik denk dat het niet goed is voor van de week. No way, hè? No way! Nee, ze zijn wel lekker. Volgende. Laatste vraag hoor. Nee, voor jou. In welk spel van Mario heb je geen lontje? Is dat antwoord A, Mario Galaxy 1? Is dat antwoord B, Mario Galaxy 2? Is dat antwoord C, Super Mario 64? Of is dat antwoord D, Super Mario Sunshine? Super Mario Sunshine. Dat was diegene die jij wist dat ik zou weten. Dus volgende, ja, die wel, ik had die zelf zo kunnen beantwoorden zonder. Ik zo slecht als die. Welke legendarische Pokémon... Oh, dit is de laatste vraag trouwens. Hey. Welke legendarische Pokémon ving ik in Pokémon Y 2 Randomizer na 1 Ultrabal? Is dat A, Menaphy? Is dat B, Regigigas? Is dat C, Palkia? Of is dat D, Mewtwo? Nee. Dat is goed. En weet je waarom? Nee. Omdat jij Palkia ook al zei in een andere vraag. Dus toen refereerde ik, Palkia, dan zou je echt geen Melfie of Regigigas hebben gezien. Nee, maar ik heb ze wel allebei gezien, maar ik heb ze niet allebei met één ultraman gevangen. Ik dacht dat jij Regigigas zou zeggen, omdat ik die aan jou had verteld dat ik die kon tegen. Ja, maar ik weet zelf, Regigigas is heel moeilijk om te vangen. En omdat bij die nieuwere spellen, zijn die legendarische Pokémon veel makkelijker om te vangen. Ja. Ik weet nog wel bij Ruby en Fire, of bij Ruby Sapphire. Ja, dat was Rayquaza super. Ja, en Groudon zelfs al. Gewoon zo lang en zo gelukkig. En bij die nieuwe spellen,
Heb je mij? Oh, vinger beneden. Dat is wel leuk. Oh, goed zo. Oké. Ik denk dat het nou gewoon onze beurt van wat chipjes gaan doen. Maar ik word eerst. Nee? Nee. Je merkt het meteen als het fout, hè? Als je hem op je tong legt, dan weet je het meteen. Nee, ik kon het gewoon niet hebben als die dan de hete was, weet je wel. Nee. En deze is al heet. Deze is geweldig. Ja, hij heeft hem! Oh, het is wel... ik knauwde erop, zeg maar. Ik zat op de knauw en ik slikte hem. Toen hij weg was, nou begint het te branden zo. Dit was het leukste van alles. Eigenlijk hadden we melk niet mee. Hij blijft wel. Maar ik had echt verwacht, als dat echt de ultieme was, dan had ik nog eigenlijk nog erger verwacht. Dus ik ga nog door. Dan heb je er nog één. Meteen weer achteraan. Het is wel goed als je verkouden bent dit, joh. Ik voel hem wel nog steeds. Als dat de hete, ja. Nou. Maar ik slikte hem meteen door, zeg maar. Ja, ik heb er ook een. Ja? Ja. Nee, stop het. Ah. Die nabrand is erg, hè? Ja, als hij weg is, dan proef je pas. Ah, nee, stop. Nee. Kijk, zo leren we hier. In ieder geval, mocht u zo uitspringen, bedankt voor het kijken naar deze aflevering. Ja, we gaan nog allemaal een simpel idee. En op naar de andere 200 abonnees. We gaan nog wel even door hoor, en als hij uitspreekt, dan spreekt hij wel een keer uit. Ik ga niet stoppen tot de 10.000. Oh, Jezus. Altijd maar proberen. Waarom ben ik hier ook weer aan begonnen? Oh ja, ik had er nog één. Ik was zomaar praten, weet je wel, maar het brandde nog steeds van die andere. En toen op een gegeven moment brandde het nog erger. En toen dacht ik, oh shit. Ah, jeeuw. In ieder geval, willen onze sponsors bedanken, Monster? Nee. In ieder geval, doe dit thuis niet na. Het is zonde om de Ripper te kopen. Terwijl ik groene kan kopen. Of de rode. Die rode wil ik niet. Oké, we waren dus vandaan naar de supermarkt. Want we gingen dus die inkopen doen. En ik heb al heel lang geen rode meer gehad. Ik heb al heel lang geen rode meer gehad. Dus ik zag die rode staan en ik zei tegen Milan, ik heb al heel lang geen rode meer gehad. Dus ik dacht, ik moet die rode hebben. Toen zei ik tegen Milan, en ik zag toch die rode halen en Milan zei, nee! Ik zei, oké, ik had toch die rode. In ieder geval bedankt voor het kijken.